Toen ik in 2021 hoorde dat jij en je vrouw Anneke weer in jullie geboortedorp Bunschoten, Spanje kwamen wonen, dacht ik, dat is mijn kans. Als bestuur zochten wij al een ruime tijd naar opvolging als voorzitter. En dat ik wegens mijn leeftijd in 2023 wilde stoppen. Net voor de kerstdagen 2021 heb ik je gebeld, zoek je dat beste herinnering. En jou verteld en gevraagd of jij mij als voorzitter wilde gaan opvolgen. Het was even stil, aan de andere kant van de lijn, en toen kwam het hoge woord. Lambert-Jan, je bent de zoveelste die al een beroep op mij doet. En ik heb al een heel lijstje. Ik zei toen, wat zet ons als specie B er maar bij het lijstje. Dan kan je er rustig over nadenken. Maar denk erom, de specie B, dat is wat voor jou. We hebben afgesproken, we dragen het over het open jaar heen. En ik bel je in het begin van het nieuwe jaar weer. Zo gezegd, zo gedaan. Begin januari wordt weer gebeld met de vraag: Bord, hoe sta je ervoor? Heb je al een besluit genomen? Het antwoord was: Anneke en ik zijn met het lijstje om de tafel gaan zitten. En we zijn gaan streven. Die niet, die niet, die niet. Nou, dat was ik al 5, 6 opgenoemd. Ik dacht, nou, wat blijft er eens zo weten? En ik was zo nieuwsgierig dat ik uit hun bot, ik heb de naam van onze PCW niet gehoord. En toen kwam het verlossende woord. Lambert-Jan, die is blijven staan. Hij krijgt bij ons de voorkeur. Nou, ik kom van een gat in de spring. Zo blij heb ik ons gemaakt, ja, jij en al. Ik heb meteen de bestuur gebeld en een afspraak gemaakt voor een ontmoeting met God in diezelfde week. Maar ik dacht, ik moet nu doorzetten, dan kan hij zich niet meer terugtrekken. We zijn bij het Duits geweest en opening verzaken gegeven voor het rijden zijn van onze vereniging. Bord, het was een bijzonder fijne ontmoeting, een fijne middag met het bestuur. En de klik sloeg meteen over. Je was heel geïnteresseerd en we mochten je als kandidaat voorzitter op onze ledenvergadering aan de leden voordragen. En zie hier vanmiddag het resultaat.